Afschoon het vaker wordt geuit, samenwerken om Suriname tot ontwikkeling te brengen, is dat steeds maar, blijft het steeds maar bij een gezegde of blijft het steeds maar op papier. Maar 2022 zal volgens NDP-fractieleider Rabin Permisser toch het jaar moeten worden waar ondanks politieke kleur, ondanks etniciteit, dat wij gezamenlijk moeten werken om dit land tot ontwikkeling te brengen. Solidariteit in deze toch wel, laten we eerlijk zijn, wat moeilijke dagen. En dat we vredig, en ik benadruk vredig, met elkaar omgaan en behulpzaam zijn. Die solidariteit moeten we aan de dag leggen. Suriname is bekend als een harmonieuze samenleving. Maar je merkt in de afgelopen maanden, ja, merk je een tendens wat inbreuk doet, ja, dat, aan die harmonieuze samenleving. Etniciteit, rijk, arm. Rond de jaarwisseling hebben we gemerkt. En hoeveel beschittingen, geweldplegingen hebben plaatsgevonden. We merken toename van zware criminaliteit. Niet alleen berovingen, roofmoorden, verkrachtingen, noemt u maar op. En dan hopen we dat we met z'n allen weer terug gaan naar die harmonieuze samenleving. En dat is een oproep aan een ieder in die samenleving. Ja, er is een taak weggelegd voor iedereen. En daar moeten we niet denken in termen van politieke partijen, godsdienststromingen, etniciteit en noem maar op. Het is ons land, van ons allemaal. En dat is een taak hier weggelegd. Maar is slechts een oproep, heer Permisser, is slechts een oproep voldoende? Nee, we moeten het voorbeeld geven. Ik kan van hieruit een oproep doen, maar wij zelf moeten het voorbeeld geven. En niks komt uit de lucht vallig, als ik het zo populair mag stellen. Wij moeten het voorbeeld geven in onze handelen, in onze daden. Ja, toch? Dat is het. En zichtbaar ook. Niet met de woorden aanbeleiden en het tegenovergestelde in handelingen laten blijven. Ja, dus daarover kunnen we heel lang en breed over praten. Maar ik ben blij dat u daar op een pinpoint, dat we dat ook moeten laten zien. In termen van behulpzaamheid, in termen van de grote uitdagingen. En ik heb in de afgelopen dagen ook gelet op de uitdagingen die we als samenleving hebben. Dus ik heb dat aangegeven. Maar ook de vele kansen die er voorhanden zijn. Er zijn, laten we eerlijk zijn, ook vele mooie kansen. Maar als we even een span aan hoe kan dragen, als we niet gezamenlijk gaan werken, dan gaan die kansen ook voorbij gaan. Het is wel mooi om te zeggen dat we God ons een mooi land, natuur, et cetera, hebben gegeven. Dat weten onze voorouders allemaal toen ze uit Afrika en India kwamen. Ja, dat. En daarvan hebben ze goed gebruik van gemaakt. En op die trend, op die werkwijze moeten we doorgaan. We moeten eraan gaan werken. Rijkdom komt niet uit de lucht vallen. God heeft ons al mooie natuur gegeven. Prachtig uitgedrukt in water, land, dit, dat, alles. Maar als je de hele dag gaat slapen en niet eraan gaat werken, gaat het ook niet komen, toch? Ja, dan ben je een zwerver op een rijkdom gaan slapen. Ik bedoel, onder de grond en noem maar op. Dus we moeten eraan gaan werken. En daar komt het erop neer dat we met elkaar goed moeten brainstormen. De mogelijkheden, de kansen die we hebben. Ik kijk naar de mogelijkheden en kansen die we hebben. Ook wat de natuur betreft. Er zijn olie-rijkdommen al gevonden. En ook gasvoorraden zijn er al gevonden. Maar om dat naar boven te halen uit de grond, daar is er nog veel werk aan te verzetten. Er zijn veel infrastructurele werken, kansen die er zijn waaraan we moeten werken. Daarvoor hebben we mensen nodig. En dan gaan we iedereen daarvoor in die samenleving moeten inzetten. En we moeten mensen gaan opleiden daarvoor. Ja, ik zie helaas weinig. En dan beurzen. En hier moet je wat dat betreft agressief zijn. In de goede zin van het woord. Dat we jongeren, ja toch, opzoeken, motiveren om in deze branches, industrieën ook te gaan studeren. Beurzen aanbieden. Het gaat niet uit de lucht komen vallen. Heel wat landen
u zult verstel vast dan hebben tekort aan gekwalificeerde mensen. Hoef ze de namen niet te noemen, dat is voorhanden. U hebt gemerkt in het afgelopen jaar hoeveel gekwalificeerde mensen het land verlaten hebben. Ja, dus dat moet teruggedrongen worden. Op enige manier is, dat was toen ik directeur van Academisch Ziekenhuis was, bijvoorbeeld, onder meer verpleegkundigen die wegtrokken. Enige manier is, je moet zwaar, veel aandacht schenken, positieve aandacht schenken aan die groepen. Er moet een beleid komen op het gebied van hoge en middenkader. Ja, dat is betrekken. Beloning moeten we hebben wat dat betreft. En we moeten opleiden, agressief opleiden. Want we hebben veel mensen nodig. Hoe moet de minister van LVV de hele sector LVV op een hoger plan brengen? Als je niet goed genoeg opgeleide mensen hebt. Met een landbouwachtergrond, met een veeteeltachtergrond. Dat zijn gelukkig, ik ben blij dat we die opleidingen hier opgezet hebben aan PTC, op de PTC, op de NATIN en op onze universiteit. Maar je merkt, er waren tijden daar waarbij weinig belangstelling was om in de agrarische sector, in de agrarische richting te gaan studeren. En maar dat moeten we stimuleren. Dat doe je alleen maar door beurzen aan te bieden, aantrekkelijk te maken in diverse vormen. En IT-sector, noemt u maar op alsjeblieft, ja dag. Dat we op die gebieden, dan moeten we gaan zoeken naar desnoods leningen, of beurzenbeleid, of noem maar op, of geld uit de begrotingen halen. Ja? Want ontwikkelingen, samenleving op een hoger niveau brengen, structureel dat tot ontwikkeling te brengen, haal je nooit zonder een eigen kader. Ja? Je kan kader van buiten halen, dat is goed, want je zal niet altijd alle kader hebben, maar van tijd tot tijd haal je mensen van buiten. Maar als je van buiten haalt, moet je gelijk koppelen aan mensen van jou zelf, van Suriname zelf, op te leiden daarvoor. Ja, uiteindelijk moeten wij het doen. Mensen uit het buitenland komen, maar voor een korte tijd. Dat heeft de geschiedenis ons geleerd, de hele koloniale geschiedenis. Mensen uit Holland, mensen uit Engeland, en noem maar op, die waren hier. Toen kwamen hun moveren erin, maar die gaan weg. Consultants komen hier, en die gaan weg. Maar wij moeten de zaken oppakken. Dat merk je ook in andere landen. Ja, dat zal de landen en de voorbeelden niet noemen. Daar was ik daarom ook in de 90er jaren van de vorige eeuw heel actief met het overleg hoger kader. Betrek ons kader. Structureel. Ja? Dat is de beste investering in je volk en de beste garantie voor ontwikkeling, duurzame ontwikkeling. Ja, toch? Dus dat hopen we dat gebeurt, dat er aandacht aan geschonken wordt wat die vraag betreft. Ja. Maar, heer Permisser, een land in een crisis, ja. Volk, heel veel huishoudens in armoede, ja. Verder normen en waarden die zoek zijn. Hoe red je nog zo'n gemeenschap? Ja, u merkt die aantal belangrijke zaken zoals u daarnet noemt. Nog een paar andere erbij. En laten we eerlijk en observeren wat in die samenleving gebeurt. Het glijdt enorm af. Op alle gebieden. Hoe we met elkaar omgaan. De dienstverlening. Ach, noemt u maar op. En hoe redden we het? En eigenlijk, dan kom je naar het politiek, bestuurlijk en ander. Daarom een oproep eerst naar de bevolking wij samen. Maar het land heeft altijd een regering, bestuurlijk, et cetera, om daar richting aan te geven. En mijn korte analyse, de andere keer kunnen we uitgebreider op ingaan, is dat deze constellatie niet bij machten meer is om dat aan te pakken. Tegen de achtergrond van dat het steeds verder en verder afglijdt, hoe dat te keren, tot stilstand en dan tot betere hoogte te brengen, maar ook de kansen die er zijn. Als we niet voortvarend aanpakken, dan raakt het verloren, toch? Dan moet je
een, niet met de mond beleden, maar een echte nationale aanpak hebben. Ik begon al bij iedereen nodig. De tijd om langs politieke lijnen alleen mensen te betrekken, die luxe hebben we nou niet. Gelet op de problemen die wij met elkaar besproken hebben. In alle kampen, politieke kampen bedoel ik, maar ook religieuze kampen, noemt u maar op, culturele kampen, groepen, hebben goede gekwalificeerde mensen. En de kunst is dat leiderschap aanwezig moet zijn om ze allemaal te betrekken. In een open, transparante, nationale aanpak. Er is een gebrek. En mensen gaan het misschien niet leuk vinden. Maar laten we eerlijk zijn. Hoe zaken afglijden. Hoe de onderlinge strijd tussen verschillende politieke kampen nu van de coalitie hoor. Er is. Maar altijd traditioneel praat men over de coalitie en oppositie. Laat dat voor gemak zelf even. Merk je, er is een leiderschapscrisis in het land. Laten we dat echt benoemen. En echt zeggen, en los van ik ben tegen niemand persoonlijk onaardig. Gelet op de problemen die we hebben, er is sprake van een leiderschapcrisis anno 2022. En tegen die achtergrond zeg ik ja. En we kunnen dat niet zo laten. Het is een taak van ons allemaal om erover eerlijk, oprecht, openhartig over te praten. Wat de oplossing moet zijn. Ik ben een nieuwe verkiezing of zaken kan binnen. Ik denk niet in die richting. Ja, toch? Ik denk in de richting nu, op dit moment. Want voordat je dat soort zaken op een rijtje zet, ben je 1-2 jaar ook verder. Ja, toch? Maar nu acuut. En waarom nu acuut? Omdat de kansen, bijvoorbeeld de gas- en de oliesector. Heel wat zaken gaan ons al voorbij. We zijn al laat. We hebben de luxe niet om tijd te verliezen. Iemand zei, we hebben geen tijd om tijd te verliezen. En wat, laten we dat tot dat nationaal besef komen, alsjeblieft. En over dit soort zaken met elkaar praten. Ik heb het niet alleen over de politieke partijen, dwars door de politieke partijen, functionele groepen. Er zijn aardig wat groepen en vanuit DNA maken we mee, wanneer we wetten hier voorbereiden, dan vragen we verschillende groepen hun inbreng. En dan is dat heel positief om te merken dat mensen bereid zijn hun inzichten met ons te delen. Als mensen bereid zijn hun inzichten met ons te delen en als je een oprecht beroep op ze doet, zullen ze ook bereid zijn om betrokken te worden in dat nieuwe Suriname, in die ontwikkelingen. Ik ben de 60 plus en dat is mijn ervaring met Surinamers. Ze zijn hele sympathieke, coöperatieve mensen. Ja? Wanneer we een nationaal opzicht een beroep doen, zijn ze er daar dwars van de politieke partijen, waar dan ook. En dat beroep, met die inzichten, met die attitude. En we nemen heel makkelijk het woord dienend leiderschap. Het is populair om te zeggen. Maar laat dat ook zien, laat dat ook merken. Ja? Ik zal al die andere dingen die er nu gebeuren niet aanhalen. Ja, toch? Dat je niet transparant bent, dat je niet je informatie deelt. Noem maar op, vriendjes, politiek, al die dingen, dat hoeven we niet aan te halen. Maar laten we het andere pad opgaan. Voor een vader des vaderlands, dat is de president. Dan moet je niet alleen kijken naar vrienden en familie. Want heel het land is jou. Behoort tot je kinderen. Daarom noemen we vader des vaderlands. Ja, toch? Dat zijn foutieve signalen. Dat moet abrupt afgeschaft worden. Abrupt zeg ik. Dat zet kwaad bloed in dit land. Je geeft verkeerd signaal. Wanneer gaat u tot dat besef komen? Niet alleen in Suriname, in het buitenland. Bent u ook daarover aangesproken? Komt u alsjeblieft tot het besef. Ik zeg dit niet om verkeerde redenen. Maar veel partners zeggen, ik noem politiek, lauw, sorry. Nou ga. Dat is een gesprek. Isabi,
dat we eerlijk communiceren. Dit land is van ons allemaal. En u als minister, vicepresident en president bent geroepen om het voorbeeld te zijn om te dienen. Moet het voorbeeld zijn in eerlijkheid. Moet het voorbeeld zijn in transparantie. Bent u dat nu? Stelt u zichzelf die vraag.